Wie door het parkje loopt, schrikt zich een hoedje. Het is één grote puinhoop en de buurt spreekt er schande van. Schandalig. Het is echt een vuilnisbelt geworden. Ik had niet verwacht dat het einde der tijden van onze flat iedereen zo tot waanzin zou drijven. Ja, schandalig. Het lijkt helemaal nergens op. Dit is asociaal, vind ik zelf. En zeker omdat er aan de voorkant al die grote containers staan. Maar het is makkelijker om van 10 hoog naar beneden te gooien dan met de lift naar beneden. De flat wordt deze zomer gesloopt en maakt plaats voor een nieuwbouwproject. De bewoners woonden er anti-kraak en deze week moeten ze het pand leeg opleveren. Dit weekend was de grote verhuizing. Het echtpaar Jansen woont om de hoek. Zij zaten op het balkon. Ja, en dan konden we het horen. En dan hoorde je zo die kasten naar beneden gegooid worden. En er ging ook gejuich uit van, nou kijk, weer iets naar beneden gegooid. Het ja, was het was een echt een feestje, ja, 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 ja. Ja. En dan te bedenken dat ze er al goedkoop woonden, hè? Ja, ja, het is gewoon van het balkon afgegooid. En ja, van alles, zoals je ziet, gewoon hele inboedels. Mensen die vinden dat leuk. Laatst was er nog om 7:30 ochtends, hadden ze een feestje ergens boven. Toen hebben ze om 7:30 ochtends van alles, vooral dit, zo uit het raam gegooid. Een woordvoerder van de verhuurder noemt het asociaal gedrag wat hier is gebeurd. Hij en zijn bedrijf balen als een stekker van de puinhoop die de bewoners hier hebben achtergelaten. En zij zijn vandaag heel erg druk met het opruimen van deze puinhoop. Rolando en zijn vrienden gaan het wel netjes doen. En dan op zoek naar een nieuw onderkomen. Tijdelijk terug naar onze ouders. En vandaar ben ik van plan verder te zoeken naar een onderkomen.